Hallo iedereen en welkom bij deze Super Easy Dutch. Heb je moeite met de uitspraak van het Nederlands? Geen probleem. In deze aflevering neem je jullie mee door de klanken van onze taal. Laten we beginnen. Let op de uitspraak van de twee A-klanken in de volgende zinnen. De eerste man op de maan was Armstrong. Man is kort, zoals in bal en hand. Maan is lang, zoals in haan en baan. In de volgende zin kun je een verschil horen tussen de twee I-klanken. Filosofie vind ik echt leuk. Nu gaan we kijken naar de twee verschillende O-klanken. In het bos werd ik boos. Bos wordt met een korte O uitgesproken, net zoals lot, bom en zon. Boos wordt met een lange O uitgesproken, net zoals open, loten en zoon. De combinatie van de klinkers E en U wordt zoals in de volgende zin uitgesproken. Jullie hebben een hele leuke keuken. De letter J wordt op drie verschillende manieren uitgesproken. Let op de drie verschillende manieren van uitspraak in de volgende zin.